een hele goede morgen vanuit Termen in Overwallis. 9 december, de 9e dag op rij dat we hier een pak sneeuw hebben. Afhankelijk zo'n 10 centimeter, inmiddels is het gegroeid tot 50 centimeter. Het sneeuwt een beetje op dit moment. Vannacht is er 8 centimeter sneeuw gevallen. Gisteren hadden we een beetje föhn, lichte dooi. En die 60 centimeter die we eergisteren hadden, die is gecomprimeerd. Een deel is gedooid. Die sneeuw heeft zich gezet. En met die sneeuw van vannacht, 8 centimeter, hebben we inmiddels weer zo'n 51 tot 50 centimeter aan sneeuwdek hier. Op en top wind. Dus als je nog wat hoger gaat in Roswald, daar ligt zo'n 80 bij ons chalet. En nog hoger op 120 centimeter. Ja, die zuidkant van die oostelijke Alpen, Trentino, de Dolomieten, zuidelijk Oostenrijk, daar ligt nog veel meer sneeuw. Daar hebben we sneeuwhoogtes van 200 tot misschien wel 300 centimeter hoger op. Ook een hoop ellende door wateroverlast, lawines en overstromingen. Ja, dat zijn de andere kanten, de nadelige kanten van al die mooie sneeuw. Ja, hoe gaat het precies verder? Er gaat wat veranderen. Nog niet direct, maar wel in de loop van de volgende week. Vandaag zien we boven de Adriatische Zee, de Noordelijke Adriatische Zee, dat lage drukgebiedje liggen. En dat lage drukgebiedje dat trekt opvullend iets nog naar het noorden. En een sneeuwgebied wat daarbij zit, wat vannacht al wat sneeuw gaf, dat gaat zich verder naar het noorden toe uitbreiden, maar ook naar het oosten toe. En dat betekent dat er in de loop van de dag en ook nog morgenochtend, vooral in die Oostenrijkse Alpen en ook tot het zuiden van Duitsland, sneeuw gaat vallen. Geen al te grote hoeveelheden, maar tussen de 5 en de 40 centimeter, en misschien hogerop nog wel meer, is zeker mogelijk tot in die lagere delen. Dus het sneeuwt waarschijnlijk gewoon tot een hoogte van pak een beet 500 meter. Helemaal, in de allerlaatste delen zou er ook wat regen bij kunnen zitten. Maar ik verwacht dat eigenlijk toch niet. Hier in Wallis, maar ook die Franse Alpen, de zuidkant, minder neerslag, zo'n beetje ja, lichte sneeuw, stelt allemaal niet zoveel meer voor. Ja, morgen dan nog wat sneeuw in die oostelijke Alpen, zoals gezegd. En de volgende sneeuwfront, dat komt waarschijnlijk op de vrijdag door. Voor dat front uit krijgen we even een aantrekking van die zuidelijke stroming, zuidwestelijke stroming. Drukverschillen tussen zuid en noord nemen weer toe, het klassieke patroon. En wat krijg je dan? Aan die noordkant weer een beetje föhn. Temperatuur gaat even pieken. En dan komt dat front erin met daarachter weer wat koudere lucht, een occlusiefront. En dan gaat het sneeuwen. Sneeuwvalgrens zal meestal tussen de 600 en de 1000 meter liggen, aanvankelijk misschien even wat hoger. En vooral die westelijke Alpen krijgen dan te maken met weer nieuwe sneeuw. Zuidkant veel minder tot niks en dat geldt ook voor de oostelijke delen. Ik verwacht die sneeuw, dat sneeuwgebied waar je echt nog sneeuw van betekenis hebt, dat dat zo tot in de Vooralberg en Tirol zal doortrekken. Ja, en dan ook zaterdag kan het nog een beetje nasputten, ook nog wat sneeuw, het is onbestendig. Zondag begint het allemaal al wat beter te worden, want we krijgen te maken met een weersomslag. En die gaat zich vooral vanaf maandag voltrekken. We zien op de weerkaart, ja, laten we het maar eens noemen, een klassieke Weihnachtsstauwetterfase. Een kerstdepressie die zich tussen het zeegebied van IJsland en Schotland gaat nestelen. En dan is het maar net de vraag wat die gaat doen. Hij gaat in ieder geval aan de voorkant een heleboel zachte lucht van subtropische origine gaat hij naar het noordwesten, noordoosten op transport zetten. En aan die voorkant van die polaire jet, die warme kant, krijgen we dan te maken met veel zachter weer. En omdat er een warme hoogterug inkomt, die precies tot over de Alpen doorgrijpt, gaan ook die temperaturen op hoogte een heel stuk omhoog. Op het 850 hectopascal vlak, dat is ongeveer 1500 meter, zal het kwik aan die noordkant zo op gaan lopen naar zo'n 6 graden. Aan die zuidkant is het een aantal graden, pak een beetje 3 tot 5 graden kouder. En ook die vorstgrens, die gaat ook omhoog. Die stijgt waarschijnlijk zo naar 2000 tot 2200 meter. Daarnaast wordt het droog, althans dat hoop ik. Want warmte en vocht, regen, dat is natuurlijk funest voor sneeuw. En al helemaal voor sneeuw die zich nog niet goed gezet heeft. Die is heel gevoelig voor vocht, wind en regen. Dus laten we hopen dat er ook wat hogere druk in komt en dat er absoluut geen neerslag gaat vallen. Want dan is het met die mooie sneeuw snel gedaan, vooral in die lagere delen. Ja, die hogere delen die zullen niet zoveel last hebben van dat warme weer. En vooral niet als het droog blijft. Algemeen lage dauwpunten daar, dus die sneeuw blijft mooi geconserveerd. Goed, dat mooie, die sneeuw op die daken en die bomen en die struiken, dat gaat er natuurlijk dan wel af. Ja, en dan die volgende week, ja, die staat toch echt in het teken van een zuidwestelijke hoogtestroming. En dan is het maar net de vraag wat dat lage drukgebied bij IJsland gaat doen. Er zijn steeds weer signalen dat die gaat
afzakken naar het zuiden over de Atlantische Oceaan. Er vormt zich een hoogtetrog en aan de voorkant van die hoogtetrog is die zachte lucht. Maar komt die hoogtetrog verder naar het oosten, kan die verder naar het oosten doorgrijpen, dan komen we steeds meer in de buurt van de frontale zone. En dan krijg je weer een soort zuidstouwsituatie. En komt die weer precies over de Alpen te liggen, dus die jet van het zuiden uit over die Alpen, zoals we dat een aantal dagen geleden hadden, dan krijgen we dus weer te maken met een zuidstouwsituatie. En dat zou vanaf donderdag, vrijdag, zou dat wel eens kunnen gaan beginnen. Er waren al modellen die daar eerder mee kwamen, het GFS, dan weer een keer niet, dan weer een keer minder. En vandaag het ECMWF, laten we het weer zien. Maar ja, tot het zover is, zitten we nog steeds met die warme lucht. En het is maar net de vraag wat die hoogtetrog dan gaat doen. We moeten dat eventjes vervolgen, het is allemaal nog heel erg onzeker. Het beste scenario zou natuurlijk zijn voor de winter en de sneeuwvrienden dat allemaal doortrekt naar het oosten. Ja, en hoe gaat het daarna verder? Komt die kou weer terug? Is er al een beetje een zicht op wat er richting die kerst gaat gebeuren? Ja, ik zei het net al, die kerstdepressie, die lijken we dan al te hebben gehad. Laten we het hopen. Interessant zijn de ontwikkelingen op de Noordpool. We zien steeds weer signalen, bepaalde modellen, onder andere weer dat ECMWF, die laten zien dat die polar vortex gaat afzwakken. Die sterke zonale winden hoog in de stratosfeer gaan afzwakken. En datzelfde zien we ook gebeuren lager in die atmosfeer, in de troposfeer. En juist daar zien we vanaf dag 10, of dag 9 eigenlijk al, interessante ontwikkelingen. Daar gaat zich een hoger drukgebied vanaf de noorden van Alaska gaat zich langzaam richting die pool verplaatsen. En dat gaat zich ook versterken. De luchtdruk loopt op een gegeven moment op tot 1035 hectopascal. En dat nestelt zich dan precies tussen die koude gebieden in, die koude vortexen. En daardoor moeten die koude vortexen naar het zuiden toe uitwijken of worden verdreven. En dan is maar net de vraag, waar gaan die koude vortexen heen? Gaan die naar het noorden van Amerika? Gaan die naar Rusland? Gaan die naar Oost-Europa? Dat is allemaal nog heel onzeker. Zoals het er nu uitziet, heeft dat voor ons nog niet direct invloed. Maar als die ontwikkelingen even iets anders zijn en die koude vortexen zich iets anders gaan verplaatsen, en die kans is er zeker, als die luchtdruk verder gaat stijgen boven die pool, dan kunnen we maar zo op de nog wat langere termijn, dan praat ik zo over 15 dagen, in een veel koudere fase terechtkomen met meer noordelijke stroming, meridionale stroming, maar ook met retrograde blokkingspatronen. Dus blokkerende hoge drukgebieden met een noordoosten tot oostelijke continentale aanstroming. Een hoop gespeculeerd, maar zeker richting die kerstdagen nog niet kansloos. Laten we hopen dat die winter, die in Nederland nog überhaupt geen voet aan de grond heeft gezet, zich dan in de laatste helft van december dat wel gaat doen. En dat we overal weer sneeuw gaan krijgen, mooi winterweer. En dat we vooral ook gezond blijven en er ook van kunnen genieten. Ik zou zeggen, hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen, volg het op www.alpenweerman.nl. Dagelijkse updates en vooral ook op Facebook, Twitter en Instagram. Ik ga hier nog even genieten van de mooie sneeuw, het heerlijke winterlandschap. Een hele fijne dag, blijf volgen en graag weer tot een volgende keer. Ciao!